Als kinderen vragen, archeologie, dat is toch echt heel erg saai? Dan daag ik ze altijd uit van, maar weten jullie eigenlijk wel wat archeologie is? Ja, maar dat weten ze dan wel, want dat is het opgraven van allerlei oude potten. En de stoere jongens weten dan ook nog dat er helmen gevonden worden. En soms wel zwaarden en messen. Nou, vreselijk stoer. En dat klopt. Dat is reuze interessant. Maar, kom ik dan, om het allemaal toch wel weer wat saaier misschien te maken, of niet? Wat nou als een archeoloog een boom vindt, een eik vindt? Dit zijn de restanten van wat ze noemen een veeneik. Dus een eik die 3000 jaar geleden geleefd heeft. Zou die dat interessant vinden? Blijft het even stil en er is altijd wel een slimmerik die dan zegt, jawel, want als je een eik vindt, dan hebben er dus veel meer bomen gestaan. Dan moet hier een bos gestaan hebben. En dat betekent dat we wat kunnen achterhalen wat voor dieren er geleefd hebben, welke planten er gestaan hebben. En eigenlijk hoe het landschap eruit heeft gezien. Ja, dat klopt. En daarom is voor een archeoloog ook het vinden van een boom al heel interessant te weten dat hier zo'n 3000 jaar geleden een bos heeft gestaan waar eiken leefden, betekent dus dat de wereld er anders uitzag. Het polderlandschap zoals we dat nu kennen, dat was er helemaal niet. Het was hier een mooi bos met dieren die ook in een bos thuis horen. En daar zijn er echt allemaal restanten gevonden. En als we weten hoe het was toen, snappen we ook wat er gebeurd is later, al die honderden jaren later, waar dan deze weg waar we op lopen vandaan komt en naartoe gaat. Archeologie is interessanter dan ze denken.